In het kader van de gezamenlijke aanpak ter bescherming van de samenleving heeft de Economische Controledienst ECD van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie een informatiesessie gehouden in Nikeri. De interactieve informatiesessie heeft plaatsgevonden op zaterdag 23 maart op het commissariaat van de districtcommissaris. De districtcommissaris van Nikeri, Senrita Gobardan, is zeer ingenomen met deze informatiesessie. Vaak genoeg weten we, denken we, dat we alle wetten kennen, de regelingen kennen. En als je op een bepaald moment voor iets gestopt wordt, dan denk je, maar hoe kan dat? Waar staat dat geschreven? Waarom ik en die niet? Op al die vragen gaat u vandaag antwoord krijgen. U moet snappen wanneer je start met een ondernemerschap, hoe klein het ook is, klein, middelgroot, macro, tot grotere hoogten, dat er sowieso richtlijnen zijn voor allemaal. En wanneer je alle procedures hebt gevolgd, ben je er zeker van dat je op de goede weg bent. En wanneer je op de goede weg bent, ga je floreren. Krijg je ondersteuning van een ieder. En dat zullen er minder of misschien heel minimale drempels zijn voor u allemaal om te ondernemen. En zoals jullie weten, deze regering gaat voor ondernemerschap. Het bevorderen ervan. Er zijn hier en daar problemen, maar vandaar ook de setting om daarover te praten. De minister is vandaag speciaal op deze zaterdagochtend afgereisd naar hier om met u te praten. Harriet Ramdin, DNA-lid in Nikeri, noemt het een goed initiatief van het ministerie. Tak atranga di puru handelar e wa man tay mi net hadi arbeider suka de de suri bet atru tori mawa de maklek de bari ka na suri bet chol pergi maklek mo di stel mo di mama ya pergi ti tak te po 20 lisi e ya win one lisi na yu egi mo di kis baka kande kande ki su egi mo di baka maaf en udelek handelar ja kohor mo na rikne tak wa moeilijke periode. Utek wa mula periode ina kontra dis abra ma fu herstela sang na samu afu du. Unu wando ko bang at es sama dun o maroy te koma. De directeur van ondernemerschap Karishma Matura heeft enkele mogelijkheden die het ministerie van EZ biedt aan ondernemers bekendgemaakt. Maar vanuit het ministerie zijn we niet alleen met handhaving bezig, maar we doen ook heel veel om ondernemerschap te faciliteren en te stimuleren. En een van de activiteiten die we uitvoeren zijn ondernemerschapstrainingen die we verzorgen. Het zijn kosteloze trainingen waarbij de mensen die ondernemen of willen gaan ondernemen, de basisvaardigheden leren, hoe je een ondernemersplan moet maken, hoe je een kostprijscalculatie in elkaar moet zetten, hoe je volgens een businessmodel moet werken en hoe je administratie moet op nahouden. Een ander project van het ministerie, waar ik denk dat heel wat ondernemers van die kering gebruik van kunnen maken, is het KMO-unit en het KMO-fonds. Het is zo dat het KMO-fonds weer is opgestart, maar er is ook een unit geïnstalleerd of in werking, waarbij de unit je kan begeleiden en ondersteunen voor het aanvragen van de lening bij het KMO-fonds. Een ander project waarbij wat ik nog wil belichten voordat ik afsluit, is het searchproject. Nikeri is een productiedistrict en vanuit het ministerie doen we alles om productie te stimuleren. En het searchproject, het searchprogramma, past daar helemaal in. Minister Rishma Kuldeep Singh heeft een oproep gedaan aan de ondernemers om mee te werken aan het ordenen van zaken. We zijn hier om te communiceren, om u eerst te vertellen waar we naartoe gaan als ministerie. Want we willen ordening. Laten we positief blijven, maar we zijn hier om met u te communiceren, omdat wij heel veel calamiteiten, waarvan u misschien niet eens weet dat het een calamiteit is, ontdekken op het veld. En vandaar dat we die presentatie hebben meegenomen om u te vertellen van wat voor calamiteiten we ontdekken. Want als uw vergunning, hier maar een simpel voorbeeld, als uw vergunning is vervallen, en u heeft het niet verlengd. Ik weet dat u niet elke dag naar uw vergunning kijkt. Dat weet ik ook. En daarmee houden we ook rekening. Maar als het is vervallen en u heeft 6 maanden lang niet verlengd, dan bent u zonder vergunning aan het handelen.
En dat is een economisch delict. We gaan daarvoor moeten optreden. En waarom we deze communicatie nog meer hebben gedaan? Omdat er zwaar opgetreden zal worden. En het is niet dat wij dat graag willen, want wij zijn, u heeft het net van de directeur gehoord, wij zijn het ministerie die ondernemerschap stimuleren. Maar ondernemerschap stimuleren op een correcte manier met wet en regel. Voor een vlotte samenwerking is er ook informatie verstrekt door de coördinator van de ECD, Pertab Singkur Dayal, over wat de aanpak is van de ECD tijdens winkelcontroles. De economische delicten, laat me even u wijzen welke wetten het zijn. Kijk u, de wetten. Het economisch delict is een misdrijf. U kan ervoor opgesloten worden in verzekeringsterrein en daarom heb ik mijn hulpofficier ook meegenomen. Kijk u, het zijn 47 wetten die wij kunnen gebruiken om een economisch delict op te sporen en te vervolgen. Kijk u hier. Voor de Nigerianen, er is ook een, kijk naar 8, er is ook een Padi-decreet. Misschien wist u niet, maar dit zijn al de wetten waarmee wij van de economische dienst bezig zijn. Zolang er gesproken wordt over een handelszaak, economische transactie kunnen we optreden. De artikelen zouden we gebruiken morgen voor wet economische delicten. Dat is artikel 4, artikel 5 en artikel 6. Daarmee treden we op. En dat betekent, minister Tegikba, dat de boete niet makkelijk is.